Welkom bij Spel Zonder. Leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op New Angeles, uitgegeven door Fantasy Flight Games. Het is een spel voor 4 tot 6 spelers waar je ongeveer 2 tot 4 uurtjes mee zoet bent. Het spel speelt zich af in het Android Netrunner universum en wij kruipen in de huid van een van de megacorporaties die zich gevestigd hebben in New Angeles. Wij proberen die stad natuurlijk te runnen en daar zelf beter van te worden door profits eruit te halen. En tegelijkertijd probeert de federale government een beetje terug te komen in de stad en ja, eigenlijk de macht bij ons coöperaties weg te halen. En daar zijn we natuurlijk niet helemaal van gediend. Het spel zegt zelf, het is een coöperatief spel. En dat is het ja aan de ene kant wel, want we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de federal government niet te veel invloed krijgt, waardoor we eigenlijk met z'n allen uit New Angeles getrapt worden. Maar aan de andere kant is het ook een spel waarbij elke speler voor zichzelf probeert om zijn coöperatie naar de overwinning te stuwen. Het leuke daarvan is, je krijgt aan het begin van het spel allemaal een victory card, een target. En dat is een van de andere coöperaties. En om te winnen moet je ervoor zorgen dat je meer capital hebt, meer overwinningspunten, dan de coöperatie die je hebt gekregen. Dus je hoeft maar één speler te verslaan. En daarnaast zit er nog één speler tussen die heeft een hidden agenda en die wil graag dat de federal government wint. Dus die zal zijn of haar best doen om alles een klein beetje te saboteren. Dat maakt dit spel aan de ene kant samenwerken, maar aan de andere kant ook vol met intriges. Maar dat is het idee van New Angeles. Laten we maar eens even gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door James Niven en wij krijgen de spelregels in het Engels samen met een learn to play. De learn to play gebruiken we natuurlijk voor de eerste keer. Die neemt ons stapsgewijs mee door de regels. En de rules reference, die heeft gewoon een alfabetische volgorde waarin de verschillende termen nog een keer uitvoerig in uitgelegd staan. Verder hebben we het speelbord met daarop de verschillende steden waar wij grondstof uithalen, waar we acties gaan doen. Events, the supply and the demand komt hierop en tracks om onze scores bij te houden. En verder krijgen we diverse soorten tokens, de androids die ervoor zorgen dat steden produceren, ziektefiches, power malfunctions, upgrades, riots, stadspelerfiche, de verschillende coöperaties, markers voor het supplybord. We krijgen al deze miniatuurtjes die verschillende groeperingen zoals polities en anti-androids en rebels voorstellen. En we krijgen allerlei kaarten voor de verschillende acties die we gaan uitvoeren. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, in mijn voorbeeld even opgezet, voor 4 spelers, waarbij ik maar voor 1 speler alle componenten heb neergelegd. Als je het de eerste keer speelt, adviseert het spel om bepaalde bedrijven, bepaalde coöperaties te gebruiken in een bepaalde volgorde. En daarnaast moet je even goed kijken, elke coöperatiekaart is dubbelzijdig. En als hier onderaan dit symbooltje staat, een soort cirkeltje met een klein grafiekje, dat is de 4 spelerzijde. Speel je met 5 of 6, dan draai je hem om naar de andere kant. Verder krijgt elke coöperatie zijn Emergency Action kaart. We wijzen willekeurig een startspeler aan, of in dit geval, als je het de eerste keer speelt, is Gentechie de startspeler. Je krijgt een startkapitaal van 10, de volgende speler 11, dan 12, dan 13. En je krijgt een aantal actiekaarten, afhankelijk van welke coöperatie je bent. In mijn geval krijg ik 2 rode biotech kaarten en 1 paarse labor kaart. Dit zijn alle actiekaarten, die heb je gewoon gesorteerd op kleur. Dus dit zijn alle blauwe security kaarten, die hebben dus een blauw randje. Zo heb je dus ook de biotech, etc. Verder schud je de stapel investment kaarten, de demand kaarten en de asset kaarten. Voor de eerste ronde leg je de bovenste 3 asset kaarten hier neer. We zetten de verschillende districten op. Daarvoor heb je district setup kaarten. Of als je het de eerste keer speelt, wederom kun je gebruik maken van het spelregelboek die een first game only setup geeft. Waarbij die aangeeft waar je bepaalde miniaturen
tokens en androids gaat plaatsen. We schudden de eventkaarten, die leggen we binnen handbereik. De rest van de tokens leggen we binnen handbereik. En dan is het natuurlijk belangrijk om ons victory condition te gaan bepalen. Daarvoor pak je de 4 coöperaties in mijn voorbeeld die meedoen. Daar voeg je de Federalist kaart aan toe. Als je deze kaart hebt, dan ben je een soort van traitor. Want dan wil je niet dat we samenwerken om deze stad New Angeles te redden uit de handen van de Federalist. Maar dan wil je dat de Federalists op 25 komen. Als je dat lukt en je hebt zelf ook een kapitaal van 25, dan is het spel meteen voorbij en heb je gewonnen als je deze kaart hebt. Anders moet je ervoor zorgen dat je de coöperatie die op jouw kaart staat, dat je die verslaat. Dat je meer geld hebt, meer overwinningspunten dan de coöperatie op jouw kaart. Lukt dat jou, dan heb je aan het einde van het spel gewonnen. Maar we hebben dus de 4 coöperaties en de Federal kaart erbij zitten. We schudden de hele boel en we delen elke speler 1 zo'n kaart. Nou, die laat je natuurlijk nooit aan iemand zien. En de kaart die overblijft, die schuif je onder het bord om te voorkomen dat iemand daar per ongeluk informatie vandaan gaat halen. Nou, in mijn voorbeeld moet ik meer punten verdienen dan Global Sec. Dat is Army Guy. Dus ik moet ervoor zorgen dat aan het einde van het spel, als de Federal player niet wint, dat ik meer punten heb dan Global Sec. Dan heb ik gewoon, dat is mijn doel om dit spel te kunnen winnen. Mocht je een kaart krijgen van je eigen coöperatie, dan kun je nog steeds winnen, maar dan moet je zorgen dat je meer geld hebt dan willekeurig 2 coöperaties in een 4 spelerspel. En met een 5 of 6 spelerspel moet je ervoor zorgen dat je meer geld hebt, meer overwinningspunten, dan 3 coöperaties. Tot slot maken we de supply in orde. We plaatsen een supply marker aan het begin van elke track. We pakken de bovenste demand kaart. Daarop staat wat er voor deze, je ziet hier 3 keer een demand fase voorbij komen. Wat de demands zijn, we moeten in dit geval 0 energie, dus dat hebben we al. 1 consumables, dus we leggen een marker op 1 consumables, 0 tech, 6 entertainment en 6 credits hebben. Als ons dat lukt, voordat we bij de demand fase komen, de demand ronde, dan zijn we oké. En dan blijft New Angeles uit de handen van de Federals. Lukt ons dat niet, dan staat hier onderaan in het rood keurig vermeld dat als het faalt, krijgen ze meteen 7 punten erbij. Dus dat gaat vrij hard. Dus de demand is wel iets waar we met z'n allen voor samen moeten werken om dat tot een succesvol einde te brengen. Oké, zo zetten we hem op. Tijd om te gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes, zoals ik al zei. En elke ronde begint met de actiefase. En elke actiefase bestaat weer uit een aantal beurten waarin een speler actiekaarten gaat trekken. De andere spelers gaan onderhandelen om bepaalde actiekaarten af te kunnen handelen. En machtige assets toe te voegen aan hun bedrijf. Nadat een bepaald aantal van dat soort beurten tijdens de actiefase zijn afgehandeld, gaat de stad resources produceren. Die resources zijn natuurlijk belangrijk om uiteindelijk ervoor te voorkomen dat de Federals naar binnen komen denderen. En aan het einde van elke ronde wordt er een eventkaart opengelegd en afgehandeld. Hoe ziet de actiefase eruit? Beginnend met de startspeler trekt hij een aantal actiekaarten afhankelijk van wat zijn Corporation Sheet aangeeft. In dit geval trek ik 2 rode biotech kaarten en 1 general kaart, oftewel ik mag willekeurig nog een extra kaart trekken. Dus ik pak 2 biotech kaarten en bijvoorbeeld een construction kaart. Als je een general kaart mag trekken, mag je niet een kaart trekken die je al getrokken hebt. Dus ik heb al 2 keer een biotech gepakt, mag ik niet nog een derde pakken voor die general. Het tweede is, we gaan een deal resolven. En het resolven van een deal is eigenlijk het vlees van dit spel. Hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst open je de meest rechter asset kaart. En dat is de asset waar wij eigenlijk met z'n allen om gaan strijden. Als actieve speler mag ik dan een aanbod doen. En dat aanbod doe ik in de vorm van een actie die ik aanbied aan de spelers.
Ik kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om deze actie aan te bieden. Move one Android token to a district that does not contain an Android token. Illness tokens do not increase threat during this action. Dus dat is wat ik met mijn coöperatie aanbied. Ik ga een Android token verplaatsen en ik voorkom dat illness tokens iets doen tijdens deze actie. Nou, zo heb je dus allerlei verschillende acties die je kunt aanbieden. En je legt hem gewoon hier neer om aan te geven van, nou, dit is mijn bod. Dit is wat ik jullie en de stad te bieden heb. Dan is het natuurlijk eventjes handig om te weten wat die verschillende tokens een beetje doen. De Android tokens, die zorgen ervoor dat steden gaan produceren. Steden hebben altijd een primaire resource die ze produceren en een secundaire resource in sommige gevallen. Sommige steden, zul je zien, hebben dat niet. Maar alleen de steden met Androids gaan daadwerkelijk produceren. Nou, we hebben dus in dit geval tech wordt er geproduceerd, geld wordt er geproduceerd en entertainment. Nou, tech hebben we niet nodig, entertainment en credits hebben we wel nodig. Dus het zou misschien interessant zijn om deze te verplaatsen naar deze stad. Want die produceert maar liefst 3 credits. Dus dat zou ons met z'n allen een stukje kunnen helpen. Dan heb je hier een power outage token liggen. Als dat in een stad ligt, kan het niet produceren. Dus daar moet je rekening houden. Verder heb je hier een mob fiche liggen. Een unrest fiche, zoals ze dat noemen. Dat zijn protestanten. Die kunnen opgefokt raken. Dan gaan ze staken met z'n allen. Dan worden ze rood. En ook dan, als ze rood zijn, gaat zo'n district, zo'n stad niet, zo'n district niet produceren. Dus daar moet je rekening mee houden. Dit soort mannetjes met een pistool, dat is organized crime. Ook hierbij, in een district waar organized crime is, wordt er niet geproduceerd. Maar dan wordt alleen de primaire grondstof wordt niet geproduceerd. En heb je een stad ontwikkeld, in sommige steden komt zo'n development token te liggen. En dan produceer je de primaire resource plus 1. Dus die zorgt ervoor dat je meer produceert. Verder hebben we deze human first units. Die zijn tegen de androids. Die vinden dat mensen eerst moeten komen en dan de androids een keertje. Als een district met zo'n unit exploit wordt, Dan increasen ze de unrest by 2. Dat wil zeggen, als het een vredevolle stad is, dan komen er protestanten in. Dat is 1 niveau. En van protestanten naar staken is 2 niveaus. Dus dat gaat vrij hard. En tot slot hebben wij onze grote vrienden van de politie. Met de grote riot shields en de baton op hun arm. Als je deze, ze heten officieel de PriSec units, naar een district stuurt waar enemy units zitten, of dat nou georganiseerde crime is of die human first units, dan worden die wegverplaatst. Daar kom ik straks nog eventjes op terug waar ze naartoe verplaatsen. En tot slot hebben we deze illness tokens. Als een actiekaart afgehandeld wordt in een district met een illness token, dan wordt de threat van de federals met 2 punten verhoogd. Dus ja, dat is handig als je de traitor bent en je wilt de federal track vooruit bewegen. Alleen, dan zie je alweer dat mijn aanbod voor het afhandelen van bepaalde districten met daarbij het negeren van de sickness in het voordeel werkt van waarschijnlijk de meeste spelers. Want we weten niet eens zeker of de federal speler ertussen zit. Maar terugkomend op de deal, we hebben dus een asset opengelegd. Als startspeler mag je als eerste de main offer plaatsen en dus een aanbod doen waarbij jij zegt van, nou, dat lijkt me een fantastisch iets om voor onze stad te doen. Dat ga je ook aanprijzen en daar ga je ook voor strijden. Je gaat daarvoor onderhandelen. Dat onderhandelen, het bieden, het elkaar gunsten geven of beloven is een belangrijk onderdeel van dit spel. Want het is heel moeilijk om te winnen als je niet een beetje soms gesteund wordt door andere spelers. En je moet dus je best gaan doen om support te krijgen, steun te krijgen vanuit andere spelers. En dat kun je doen op alle verschillende manieren. Je kunt beloftes maken als je zegt van, nou, ik geef jou credits, dan moet je die ook gelijk geven. Er zijn geen geheime beloftes, dus alles wat er beloofd wordt, zeg je ten overstaande van iedereen. Maar je kunt ook beloftes doen van, joh, volgende ronde als jij een main offer brengt, dan ga ik jou steunen. Nou, dat is dan weer niet bindend, want dat kan niet nu meteen afgehandeld worden. Dus dan hoef je je er niet aan te houden, maar alles wat meteen afgehandeld wordt, dus ik geef jou bijvoorbeeld 2 credits, dat moet je gelijk doen. Maar nadat jij als startspeler de main offer hebt gemaakt,
dan mag de speler links van jou, in mijn voorbeeld is dat Googly Eyes, die mag een counteroffer neerleggen. Dat wil gewoon zeggen dat Googly Eyes een van zijn actiekaarten of haar actiekaarten kiest en die legt hij hier in de counteroffer. Dan gaan we naar de volgende speler, die mag ook een counteroffer doen enzovoort. En zo mag elke andere speler één keer een tegenbod, een counteroffer neerleggen. Echter, jullie zien, er is maar één box counteroffer. Dat wil zeggen dat als Googly Eyes zegt, ik doe een counteroffer, en Army Guy zegt, ja, maar ik wil ook een counteroffer doen, dan moet hij zijn counteroffer hier neerleggen en vervolgens nog een tweede kaart uit zijn hand afleggen om de openliggende kaart af te dekken. Als de rode speler zegt, ja, maar ik wil ook een counteroffer doen, dan legt die rode speler legt zijn counteroffer hier neer en die moet maar liefst 1-2 kaarten betalen om zijn counteroffer daar neer te leggen. Je bent het niet verplicht, dus je kunt ook zeggen van, joh, ik vind het de moeite niet waard. Maar degene wiens counteroffer als laatste hier ligt, is uiteindelijk de countering player. Hier ligt er een offer, een main offer en een counteroffer. Oftewel, er zijn twee verschillende gebeurtenissen waar we uit kunnen kiezen. Dan gaan we support zien te vergaren. We gaan steun proberen te krijgen. Als er geen counteroffer ligt, het kan natuurlijk zijn dat mensen zeggen, joh, ik vind het een prima iets, ik ga er gewoon niet mee. Dan gaan we gewoon door naar de laatste stap, het afhandelen van de winnende actie. Maar als er, zoals in mijn voorbeeld, een counteroffer ligt, dan moeten we gaan kijken of wij support kunnen krijgen. En dat betekent dat ik als actieve speler, en in dit geval de rode speler als counteroffer, wij moeten de andere twee spelers voor ons gaan zien te winnen. Beginnend met de eerste supporting speler, dus ik ben de actieve speler, mijn main offer ligt hier, en de eerste supporting speler is de speler, in dit geval Googly Eyes, links van mij, mag hij zijn support gaan geven. En dat gaat hij doen door gesloten actiekaarten bij een van de offers te leggen. Elke supporting player mag maar één keer support uitgeven, maar je mag wel meerdere kaarten neerleggen. Nou, Googly Eyes zegt bijvoorbeeld, nou, dat doel van jou, dat staat me wel aan. Daar ben ik bereid 2 kaarten onder te leggen. En zo steunt hij mijn actie. Hij kan er ook voor kiezen van, joh, het maakt mij niet uit. Ik plaats helemaal geen enkele kaart en hij kan natuurlijk ook gewoon de counteroffer gaan supporten. En dan de volgende speler mag hetzelfde gaan doen. En zo gaan alle supporting spelers hun steun betuigen bij een van de openliggende acties. Uiteraard is dit het moment waarop zowel de actieve speler als in dit geval de rode speler gaan proberen om de steun van bepaalde spelers naar zich toe te trekken door gunstes, beloftes en goederen aan te bieden. En natuurlijk ook gewoon door mooi te praten en te kijken of je iemand kan overhalen naar jouw standpunt te luisteren. Laten we zeggen dat ik de winnaar ben. Ik heb de meeste support. Mocht het een gelijk spel worden, dat kan ook gebeuren, dan wint de actieve speler automatisch. En dat betekent dat mijn actie afgehandeld gaat worden. Je gaat je actiekaart afhandelen, kom ik zo meteen op toe. En ik krijg ook als winnaar de Revealed Asset. Die heeft een bonus waar ik voor de rest van het spel gebruik van kan gaan maken. Alle kaarten die gebruikt zijn als tegenbod of als support worden nu afgelegd in een gesloten aflegstaal. Nou, vervolgens ga ik mijn actiekaart afhandelen. Ik verplaats 1 Android naar een andere locatie. En tijdens het afhandelen van deze actie zorgen sickness tokens er niet voor dat de Federals threat increased. En de laatste stap van de actiefase is the end of turn. Sommige assets doen iets aan het einde van de actiefase. En dat ga je nu afhandelen. En als je als actieve speler aan het einde van jouw actiefase meer dan 5 kaarten in je hand hebt, dan moet je afleggen tot je er nog maar 5 hebt. Daarna geeft hij de startspeler met de klok mee aan de volgende speler. En het aantal assets wat hier ligt, dat geeft aan hoeveel keer wij een actiefase gaan doen in deze eerste ronde. Dat zijn er 3 in de eerste ronde. Dat betekent dat niet alle spelers een actieronde daadwerkelijk als actieve speler gaan meemaken. Maar de volgende actieronde gaat weer op dezelfde manier. Deze wordt ook afgelegd. In dit geval is Googly Eyes de actieve speler. Die trekt kaarten. Die gaat een
asset revealen, een main offer plaatsen, wij kunnen counter offers plaatsen, support, handelen, handelen, etc. En dat gaan we weer verder afhandelen. En zo gaan we door totdat alle assets, dus alle actierondes, alle actiebeurten afgehandeld zijn. Dan gaan we naar de tweede fase en dat is de productiefase. Zoals ik al zei, de verschillende districten produceren diverse goederen, soms primaire en secundaire goederen. Alleen de districten waarin de androids zich bevinden gaan produceren, maar daarna moet je ook kijken of er geen power outages zijn, geen strikes of georganiseerde misdaad, want dat voorkomt allemaal dat er geproduceerd gaat worden. Het activeren van deze districts tijdens de productiefase noemen we het exploiten. In dit geval krijgen we 1 credits vanuit dit district en we krijgen 1 tech. Vanuit dit district krijgen we 3 credits, 1, 2, 3. En vanuit dit district krijgen we 1 consumables en we krijgen 1 entertainment. En zo handelen we dat af. Daarna increased de unrest van de verschillende districten die geproduceerd hebben. Zelfs als dat niet succesvol was, gaat de unrest 1 omhoog. Wat wil zeggen dat we hier demonstranten gaan krijgen en hier gaan ze zelfs staken. Dus dit district is een stuk minder interessant geworden. Mocht een district al stakende mensen hebben, dan verandert er niks, dan blijft dat gewoon zo liggen. En als laatste gaan we naar de eventfase. We pakken de bovenste eventkaart. Bovenaan staat een gedeelte wat aangeeft wat de United States government doet om de controle over de stad terug te krijgen. In dit geval staat er, als er een Human First Unit in een Tier 3 district is, gaat de threat 4 punten omlaag, of omhoog. Anders, starting with the highest number district, each Human First Unit moves. Stad heeft inderdaad een verschillende steden hebben verschillende tiers. Als je 1 streep hier onderaan ziet staan, is het een tier 1. Deze heeft 2 streepjes, dat is een tier 2. En die rode steden daar zijn de tier 3's. Nou, daar zit niks in. Dus in mijn geval gaan de Human First Units bewegen. En nadat je dat afgehandeld hebt, zijn dit de nieuwe units die je gaat toevoegen aan de verschillende districten. Als units moeten bewegen, dan zie je dat de verschillende districten met elkaar verbonden zijn door een soort van district paths met pijlen daar langs. In elk district mag elk soort unit maar 1 keer staan. Met als uitzondering natuurlijk deze politie-units. Daar mogen geen units bij staan. Maar dat betekent dat deze zou hier naartoe bewegen. En even kijken, dit is er ook eentje, dus die beweegt hier. Vervolgens moeten we volgens deze kaart weer zo'n nieuwe first unit plaatsen in 7. Nou, in 7 staat een police unit. Dat betekent dat die automatisch hier naartoe gaat. Hier staat al zo'n first unit. Dat betekent dat die automatisch hier naartoe gaat. En we krijgen nog 2 van deze disease fiches, eentje in 9 en eentje in 10. Tot slot zie je onderaan deze kaart een 3 en dat geeft aan hoeveel nieuwe assetkaarten er neergelegd worden voor de volgende ronde. Dus voor ronde 2 komen er weer 1, 2, 3 assetkaarten te liggen. Dat kunnen er soms meer of minder zijn. Dat varieert per eventkaart. En daarna wordt de eventkaart afgelegd. Mocht de eventmarker, want die beweegt altijd van 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4, etc. Mocht die daarbij een demand vakje overgaan, dan gaan we naar een demand phase. En dan gaan we dus kijken, is het ons gelukt? We hebben allemaal aan het begin van het spel een demand kaart gekregen. En die gaan we nu in zo'n demand fase gaan we die scoren. Even hier neer. Ik krijg 1 capital voor elk district waar een protest is of waar een strike is. Dus dat zijn dingen die wil ik. En daar krijg ik kapitaal voor. Dan gaan we kijken of we de demands die het volk van New Angeles aan ons hebben neergelegd, of we dat hebben gehaald. Die demands zijn gewoon wat het volk vraagt aan goederen en diensten vanuit ons als corporaties om gelukkig en blij te zijn. Lukt het ons, dus hebben wij alle markers gehaald, dan is er niks aan het handje. Dan reset je alles weer, je haalt deze markertjes om aan te geven wat de demand is, die haal je weg. De rest gaat weer gewoon op nul. Halen we het niet, dan krijgen we de penalty en dat betekent dat het volk ontevreden is en dus zegt van nou, als de
coöperaties het niet doen, laat dan de Covenant maar terugkomen. En dan gaat deze track opeens flink hard naar voren. En dan openen we de volgende demand kaart. We zetten weer opnieuw neer wat onze doelen zijn voor de volgende twee rondes. En we krijgen een nieuwe investment waar we aan mogen werken. Alle investmentkaarten die we hebben gehad, die schudden we weer terug door de stapel. We geven iedere speler twee investmentkaarten. Daar kies je er in het geheim een van de andere, leg je weer terug. En we gaan door naar de volgende ronde. En zo gaan we ronde na ronde spelen. Je hebt gewonnen. Aan de ene kant, als je de Federal kaart hebt, op het moment dat deze marker op 25 staat en jouw kapitaal is ook 25 of meer, dan is het spel gelijk voorbij en die speler heeft gewonnen. Anders, als we het einde van het spel halen, dus voordat deze marker op 25 komt, dat moet je dus echt zien te voorkomen, anders verliezen we gewoon met z'n allen. Dan win je als je dus uiteindelijk meer kapitaal hebt dan jouw concurrent. In dit geval moet ik Global Sec voorbij. Dus als het aan het einde van het spel op deze manier ligt, dan heb ik gewonnen. Maar dat zou kunnen betekenen dat Global Sec, Army Guy, die moest misschien meer kapitaal hebben dan HMB. En als hem dat heeft gelukt, heeft die speler ook gewonnen. Dus dan kunnen er meerdere spelers winnen. Maar op die manier wordt New Angles gespeeld. Het eerste waar New Angles mij meteen een beetje aan deed denken was Battlestar Galactica, de boardgame. Waarbij je dus ook Hidden Traitors hebt, waarbij heel veel spelerinteractie de boventoon voert. Elkaar aanbiedingen doen, beloftes maken, goederen geven om bepaalde support te verwerven voor jouw actie, voor jouw doelen. En dat is wat dit spel ook heel erg gaaf doet. En dat gevoel, dat brengen ze hier ook in terug. Dat versterken ze aan de ene kant door schitterend artwork. Als je houdt van Android Netrunner zul je veel elementen herkennen. En de miniaturen en het speelbord zien er ook gaaf uit. De miniaturen zijn allemaal knetteroranje. Dat is misschien niet mijn eerste keuze als kleur, maar mocht je een beetje handig zijn met de verfkwast, dan is dat een probleem wat makkelijk te overkomen is. En het detail van de miniatuur is wel weer erg gaaf gedaan. Als je het voor de eerste keer speelt, zullen de regels misschien wat overweldigend zijn. Maar zodra je de eerste ronde en daarna de tweede ronde speelt, zul je merken dat het eigenlijk op zijn plaats begint te vallen en redelijk intuïtief is. Want het spel op zichzelf is niet heel erg ingewikkeld. In de zin van, als je aan de beurt bent, leg je een asset neer. Dat is iemand die je kunt toevoegen aan je coöperatie. Die geeft een kleine bonus als je hem weet te werven. En je probeert hem te werven door een aanbod te doen. Een bepaalde actie waarmee je hopelijk aan de ene kant natuurlijk meer winst gaat maken. Meer geld in je broekzak weet te steken. Waardoor je jouw persoonlijke doel dichterbij gaat krijgen. En tegelijkertijd probeer je die actie natuurlijk zo te presenteren dat die goed is voor iedereen en in het belang is van alle spelers en de stad, bla bla bla. Nou, de andere spelers gaan daar mogelijk een tegenbod op neerleggen. Dan ga je support proberen te ritselen door beloftes te maken, door met elkaar te overleggen, door andere mensen misschien een beetje omlaag te halen. En zo probeer jij uiteindelijk jouw actie erdoor te drukken, de asset naar je toe te trekken. En vervolgens maximaal de bonussen ervan uit te halen. Maar ja, sommige mensen kunnen ook gewoon lekker meerijden op een actie die je uitvoert, omdat dat voor hun ook gunstig is. Maar dat weet je nooit precies. En dat element, dat je maar in principe van één speler, van alle spelers die er meedoen aan het spel, hoef je maar van één speler te winnen, dat is ook super grappig. In plaats van dat je de algemene winnaar moet zijn met de meeste overwinningspunten. Nee, je moet gewoon kijken wie is mijn concurrent. Welk bedrijf moet ik bovenuit steken. En daar fixeer je op. Lukt dat jou? En tegelijkertijd voorkom je dat de government, de federal government, 25 bereikt. Dan heb je gewoon gewonnen. En dat is best een heel erg grappig mechanisme. Nou, daaraan gekoppeld zit natuurlijk ergens mogelijk een traitor. Daar worden beschuldigingen geuit. Dat kun je ook weer gebruiken om support te werven bij andere spelers. Wil niet zeggen dat je het gelijk goed hebt. Maar dat zo'n verborgen traitor, zo'n verrader in het midden, ja, dat vind ik een super tof element. En dat komt in dit spel heel erg goed naar voren. Ja, er komen vreselijk indrukwekkende discussies uit voort. Waarbij mensen liegen dat ze barsten of dingen helemaal verdraaien, beloftes doen en mooi maken. En ja, de gemoederen laaien echt flink op soms.
in een positieve zin. En dat is waar dit spel heel erg sterk in is. En je probeert altijd rationaal te denken van ja, ze zeggen dat nu wel zo mooi, maar wat zit er natuurlijk voor? Wat hebben zij voor hidden demands waar ze punten mee kunnen scoren? Je kunt ook nog kijken, elke coöperatie heeft een speciale eigenschap. Ik krijg bijvoorbeeld als er illness tokens verwijderd worden, krijg ik ook weer extra kapitaal. Dus als ik vanuit mijn coöperatie zeg van joh, ik speel deze actie, dan kan ik wat van die illness tokens weghalen. Dat vinden jullie vast allemaal fijn, want dan gaat deze track minder snel. Nou, is wel waar. Maar daar krijgt hij wel kapitaal voor. En dan is het weer wikken en wegen. Gunnen we hem dat stukje eigenbelang wat duidelijk naar voren komt. Want hij doet wel iets wat voor de stad goed is. Of zeggen van ja, nee, of is het weer een truc. Nou ja, jullie voelen me al, die elementen maken dit spel super interessant. Daar moet je van houden. Dat is natuurlijk wel iets, ja, een spelmechanisme wat niet iedereen ligt. Maar dat gekonkel, onderhandelen, dat bieden met elkaar, dat is super tof gedaan. Het enige andere puntje waar ik tegenaan liep, je hebt natuurlijk die actiekaarten in elk stapeltje, de 5 stapeltjes, zitten 4 verschillende kaarten. Dat is niet zo heel erg veel. En zeker bij een spel wat 2 tot 4 uur duurt, zou daar wat meer variatie in mogen zitten, naar mijn smaak. Maar alles bij elkaar genomen heeft New Angeles mij aangenaam verrast. Ik vind Battlestar Galactica super gaaf. Dit is niet hetzelfde, want het kan maar zo zijn dat iedereen een coöperatie is, maar er komen zeker een aantal aspecten uit voort die ik super gaaf vind. Die hidden traitor, iemand is een verrader, was mogelijk. Het kan ook zijn dat dat de kaart is die onder het speelbord geschoven wordt en dat niemand wil dat de federalen winnen. Maar dat weten we niet. Daarnaast heeft iedereen zijn eigen agenda. Je hebt je speciale eigenschap, je krijgt je demandkaarten. En daar zit je natuurlijk ook mee te spelen. En dat kan argwaan opwekken. En dat doet me ook weer gelijk een klein beetje denken aan Dead of Winter. Nou, dat gekonkel, dat proberen uit te vogelen wat iemand nou eigenlijk van plan is, dat is super gaaf. En het idee dat je ook maar één speler hoeft te overtreffen, afgezien van het feit als je je eigen coöperatie trekt, dan moet je er 2 of 3. Maar dat vind ik ook leuk. Dus ik hoef niet met iedereen rekening te houden. Ik hoef in mijn voorbeeld hoefde ik alleen maar rekening te houden met Army Guy. Ik moet zorgen dat ik meer kapitaal heb, meer overwinningspunten dan Army Guy. En te voorkomen dat de Federals op 25 komen, dan win ik. Yay! En dat hebben we natuurlijk allemaal. En soms zul je net zien dat je elkaar getrokken hebt en dan ben je tegen elkaar aan het opboksen. En dan gaat misschien een derde speler er weer vrolijk vandoor met zijn of haar overwinning. Ja, super gaaf gedaan. Maar dat maakt dit tot een heel bijzonder spel, wat ik heel erg leuk vind door de sociale interactie die hierin zit. Dat maakt het spel sterk. Je moet ervan houden. Ik hou van dat element. Dat een beetje bluffen, een beetje ouwehoeren, mensen naar je toe proberen te krijgen door dingen prachtig te verwoorden en hopen dat ze niet meteen doorhebben dat je er zelf uiteraard beter wordt dan de rest. Ja, dat is super leuk gedaan en dat is een gevoel wat dit spel met zich meebrengt als je het speelt. En dat doet het goed. En het is om die reden dat ik het van harte kan aanraden. Als je hiervan houdt, net als ik, ga je hier dan superveel plezier uithalen. Is het niet jouw ding, nou, dan moet je gewoon vooral vrolijk verder kijken. Maar voor mij is het absoluut een sterk spel, wat daarom ook een 8 heeft gekregen. Spellen Zolder.